Daar speel hulle soos GTA of Rise of the Tomb Raider. Daar gebruik jy nie so baie resources in. Maar dan haal jy in so 70, 80 frames. Die fucking games sukkel jy om 60 te kry. Safe area entered. Ek sal maar die game window bouw, daar druk, fuck. Maar wees het, eigenlijk wat ik ook zo raar, maar eigenlijk wordt ook gewinnen die CPU. Ik zal nog gelijk te zien wat hij Ryzen kan doen. En dan lang moet ik zo klomp koos. Ja, die Ryzen is... Wat ik moet... Als ik moet zeggen, die CPU is... Hij beter als hij iemand de kater. Als hij zei wat van de koop, hoi. Ik heb dan dat invite gestuurd. Ik wacht nog tot ze aankomen voor ik invite. Stuur maar invite van die, dan gaan we zo weer moeten connecten en alles. Sinds daar staan die game zo. En dan down het dan. Die game heeft die voor deze team om te haken terwijl ik van mijn NVMe afwak loop. Die van mijn SSD af, van mijn NVMe drive af. En die game heeft die voor deze team om te haken op mijn PC. Ik had het bedankt voor mijn machine in Goldenheil. Ik dacht, waar is ook mijn SSD? Maar toen zie ik naar last van, ik heb meer Call of Duty gespeeld. Toen zet ik uit de game op. Toen haal ik de game af. Dus wij halen het nu currently van mijn dingen af. De ene keer is dus de meeste van de tijd. Ik zou ze op Everest krijgen, ik heb zo'n 55 frames. Dus ik zie als nog alles op low gezet, maar. Ik wil constant op, maar Everest 55. Ik denk dat hij nu currently op low. Hij is currently. Hij is op low detail. Any game is currently op. Ah, for fuck's sake. Weet je wat had ik nou doen? Ik ga de game uninstallen. Ik heb gewoon bitter gelijk. Yeah, the fuck. Ja, dat is met mijn game. Ik... Nou, maar kijk eens een game zoals die zwijpen vorm. Ze kleden die resources, maar ik moet ook aan de moeren. Ja, had hij save als een video. Dus dat had ik nou doen. Die game uninstall. Nee, dat vind ik niet zo.